James F. Morfides, de thuiswedstrijd tegen Rode JC van afgelopen vrijdag had voor jou een extra speciaal tintje. Want voor jou betekende dat je officiële debuut in het eerste van Almere. Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, ik heb er lang op gewacht natuurlijk. Uh, een tijdje eruit geweest om mijn hersenschudding. En uh, ja, tegen AZ uh, jammer genoeg niet uh, ingevallen. Kwam natuurlijk ook de situatie van de wedstrijd zelf met die rode kaart. Maar uh, ja, ik heb uh, de kans gekregen tegen Rode. Uh, dus dat, uh, dat was mijn debuut. Ja. Hoe heb je het moment beleefd? Eigenlijk heb ik er niet uh, heel erg bij stilgestaan zo. Um, omdat ja, ik zit al nu, sinds vorige keer zit ik al bij één en ja, je voelt al bijna dat je zeg maar, part of the team bent. alleen ja, ik speelde niet. Dus uh, het voelde best wel natuurlijk eigenlijk. Ik, al deze jongens ken ik. Dus, uh, maar ja, op het einde van de wedstrijd dacht ik van, oh ja, dit was wel echt mijn eerste officiële wedstrijd. Heb je vanuit uh, familie en vrienden nog wel veel leuke berichten gehad? Ja, zeker, zeker, zeker. Toevallig uh, kwam mijn moeder niet kijken, die was er niet. Maar uh, ja, mijn vrienden waren er wel. het was wel gezellig. Het resultaat was helaas iets minder, een 2-1 nederlaag. Maar ik denk ook als je kijkt naar het spel, dat, het, dat jullie meer hadden verdiend dan dat. Ja, alleen uh, dat is voetbal. En uh, hun maakten de kansen wel af, jammer genoeg. En, uh, en wij niet. Maar uh, ik denk, uh, ik, ik hoop tenminste dat het een eenmalig iets is vanuit uh, onze kant. En uh, we zijn er heel hard op uh, aan het trainen om gewoon wat scherper te zijn in de laatste, in de laatste fase. En uh, ja, het moet gewoon gebeuren. Ja. Het is inmiddels een paar dagen na die wedstrijd alweer. Wat zijn nou de belangrijkste dingen die jullie van dat duel van Rode hebben meegenomen? Wat zijn de, de leerpunten? Ja, zoals ik al zei, dus de laatste fase, hè, de laatste 25 meter, moet je scherper zijn. Jezelf belonen met, ja, met een doelpunt eigenlijk. Uh, anders doe je het allemaal een beetje voor niks. En uh, ja, nu zijn we ook aan het trainen op de tegenstander. Uh, hoe wij willen voetballen, hoe zij voetballen, uh, analyseren daarvan, en, uh, en dat. Vrijdag wacht de uitwedstrijd bij FC Eindhoven, wat voor, voor wedstrijd verwacht jij daar uh, in het Jan Lauwers Stadion? We hebben begrepen dat ze wel, dat wel een team is dat echt uh, voluit uh, druk geeft, dus uh, ja, het, wordt zeker, het wordt zeker een, pot, uh, een pittig uh, potje. Maar dat is elke wedstrijd, dus uh, daar, staan we niet, uh, daar staan we niet van te trillen ofzo. Voor jezelf uh, nu je eerste minuut te pakken, um, wat is jouw doel voor dit jaar? Wanneer zou je tevreden zijn? Ik wil uh, ja, zo graag mogelijk uh, ja, gewoon alles spelen. Maar dit is natuurlijk uh, aan de trainer en aan mijn eigen prestatie. En aan mijn eigen attitude en aan mijn gedrag en alles. Dus uh, gewoon het beste van jezelf laten zien en dan hopen, hopen op het beste. Moet dit eigenlijk het jaar worden van jouw definitieve doorbraak? Ja. <laughs> ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ik, ik ga ervoor, dat is zeker. Heel veel succes en uh, laat er een mooi seizoen van maken. Jazeker.